ik en zij. Ik leef voor haar en zij voor mij. De band die ons verbindt, een vader en zijn kind. We delen de geheimen en we delen ook de pijn. We zorgen om er hoe dan ook steeds voor elkaar te zijn. Want we houden van elkaar. Omdat ik dood ga. Altijd smoesjes. Mijn hoofd klopt. Mijn benen trillen. Ik heb overal pijn. Maar god, wat is dit gezond. Zeg, je kan het wat rustigers proberen hoor. Halma of Scrabble of zo. Het moet squash zijn, zegt Mariel. Ah? Ja, ze willen een fitte, atletische, gespierde man. En als ik niet squash... Dan neemt ze een andere fitte, atletische, gespierde man. Precies. Nou, kom op, voor koele af. Hoeveel staat het? 6-0. Goed, 6-0. Voor wie eigenlijk? Hey, Simone en het vogelkindje. Eens even kijken, wie van de twee denk jij dat er gewonnen heeft? Ja, dat is zo flauw. Dirk heeft heel goed gespeeld. Oh ja, hoeveel games heeft hij dan gewonnen? Ach, dat doet het toch. Hoeveel punten had hij dan? Nou. Oké, hoeveel keer heeft hij de bal geraakt? Nou, kom op, ik ga even zwemmen, Dirk. Ga je mee even een paar baantjes trekken? Nee, ik geloof het niet. Nou, dag jongens. Dag Simone. Je vergeet onze afspraak niet, hè? Morgen nee, 6 uur hier. Oké, okay, ik zal er zijn. Dag. Gaat Simone met jou squashje? Ja, morgen. Maar hij... Ja, hij vindt me een enorme oen, ja. Dat weet ik. Ik was ook al zo verbaasd dat hij me vroeg. Heeft hij jou gevraagd? Ja. Nou, misschien dat hij naar jouw zin had in een echt partijtje squash. Nou, hij laat je alle hoeken van de baan zien, hoor. Nou, zo goed is hij nou ook weer niet. Ach, je weet niet wat je zegt. Ach, hij is een beetje over de top, een beetje over de rijpende tijd. Oh, wat ben ik dan wel niet? Rot als een burgerappel. Ja, hij laat jou alle hoeken van de baan zien, dat is een makkie voor hem. Sorry hoor, maar ik laat hem een zolen kussen. Marco, kindje van me, heb jij ook zo'n honger? Kom, neem me en vreet me op, papa. Wacht eens even, wedden? Wedden? Ja, dag, we zijn nu op de paardenraces. Nee, 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 hoeveel? Ik wed dat Simon van jou wint. Hoeveel? Nee, dank je, dat doe ik niet aan mee. Oh, het was dus allemaal grootspraak, hè? Dat dacht ik al. Dag! Ach, het loont de moeite toch niet, hè? Voor wat zal het zijn? 500 gulden? Ik had het helemaal niet over. 500 gulden? Ja, als het nou bijvoorbeeld een interessante weddenschap zou zijn. Interessant? Oké, wat voor interessants dacht jij dan? Bijvoorbeeld jouw karretje tegen het mijne. Onze auto's? Ja. Jouw Lancia tegen mijn Opel Kadett. Nee, niet zo vieze ratelbak. Nee. Ik bedoel je nieuwe Lotus Esprit. Nee, Pietje. Nee, dat kan niet. Niet Pietje. Pietje. Ja, zo heet hij. Het is mijn Jelder auto en zo heeft ze hem genoemd. En zo is ze nou eenmaal van Esprit de Petit. Ah ja. Nou, hè, dan vergeten we het hele zaakje toch. Ja, dat lijkt me ook veel beter voor je. Typisch vogelenzang, hè? Erg getrouwd, erg. Ja, wat zielig. Ik ben helemaal niet... Nou, wordt er dan nog gewed of niet? Oké, okay, it's a deal. Mijn Lancia tegen jou, Pietje. Oké. Heb ik altijd al zo graag willen hebben. Een esprit de petit. Ja, heerlijk. Maar je kan toch ook een lied zingen? Ja, maar wat dan? Shirley Bassey. Ja! The minute you walked in the joint, boom, boom. I could see you were a man of the... Zo te zien is Chris daar te jong voor. Wel nee, hoe kom je daar nou bij? Ja, maar doe dan toch ook iets meer voor mijn leeftijd. Doos waarop je een deksel doet. Ree, die vind je in. Lies, ik ben geen debiel, hè? Nou, waar is het eigenlijk voor? Audities voor de schoolmusical. Ik wist helemaal niet dat jij ook van musicals hield. Nee, ik haat musicals ook. Maar ik ben gek op die jongen die de hoofdrol speelt. Wat een lekker ding. Hé, maar we kunnen toch ook zelf iets schrijven? Kunnen we dat? Ja, natuurlijk. Hoeveel tijd hebben we? Nou, tijd zat. Audities zijn pas morgenavond. Oh. Hé, maar dat kunnen we wel.
Alleen, waar moeten we het over laten gaan? Over je vader. Nee zeg, kan je niet wat beters verzinnen? Nee, want je vader vindt het nooit goed als jij aan een lied gaat zitten werken in plaats van aan je huiswerk. Behalve als het over hem gaat. Hmm. Weet je wat? We schrijven een liedje over mijn vader. Oké. Ja. Op de melodie van Shirley Bassey. Wat ben ik toch gek op mijn pa. Boem, boem. Au, au, Chris. Au. Volgens mij is Marjel verliefd op Pietje. Wat? Nou, gisteravond heeft ze de hele avond onder hem gelegen. Een beetje aan zijn knalpot trekken. Als een wat? Heel lang aan zijn spruitstukje te friemelen. Hé? En dan poetsen ze hem urenlang op. Pietje, ik haat die naam. Pietje, wie is Pietje? Pietje, mijn Lotus Esprietje. En die noemt ze Pietje? Ja. Ah, ja. Zo is het helemaal. Ja. Mag ik even iets vragen? Nou, vooruit dan maar. Wat vind jij nou echt van die Marco? Een oen, volgende vraag. Nee, ja, maar waarom ga je dan morgen met hem squashen? Oh, dat is iets heel anders. Oh, tuurlijk. Waarom is dat iets anders? Nou, ik vind het gewoon lekker om met zo iemand als Marco te spelen. Oh, voor je zelfvertrouwen. Ja, ja, ja. Wat? Nee, gewoon even lekker makkelijk winnen. Hè? Ik bedoel, dat doe jij gewoon met je linkerhand, toch? Wat lul je nou, man? Nou ja, dat jij die Marco in gaat maken. Hè? Ik bedoel, jij gaat hem gewoon inmaken, ja toch? Ja toch? Tuurlijk ga je hem inmaken. Ja toch? Ik ga hem helemaal niet inmaken. Hij gaat mij inmaken. Nee, je bent heel goed. Ja, Marco is heel goed. Nee, jij bent heel erg goed. Ja, maar Marco is ook heel erg goed. Je bent heel, heel, heel erg goed. Ja, als ik heel, heel, heel erg goed ben, dan is Marco heel, 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 heel erg goed. Want hij speelt in de hoofdklasse. Nee, ik bedoel Marco Masterbroek. Dat vatje, die slapjanus, die oem. Ja, ja, ik weet wie je bedoelt, maar een oem kan toch ook wel goed squashen? Iedereen blinkt wel uit in iets. Nou ja, bijna iedereen. Dus er bestaat een kans dat jij niet wint? Nou, sterker nog, er bestaat geen enkele kans dat ik wel win. Wat vreselijk. Nee hoor, het is helemaal niet erg. Het is gewoon lekker voor mijn spel, hè? Ja, nee, dus jij dient zit dus natuurlijk helemaal niks aan de hand. Oh, nog iets? Ja? Vind jij nou, wat Marjel betreft, hè, dat ik daar een beetje onder de... Wel, nee joh. Oh. Nee, veel meer onder de... Dan zijn het vier. Even naar de wc. Oh, altijd prettig om te weten. Nou, kom, schrijf me. Wat zeggen we over papa? Nou, iets aardigs, iets heel goeds. Nou, dat zul je niet meevallen. Oké. Okay. Soms hou ik het niet meer. Ik word zo ziek van jou. Ja, dat begint al goed. Ik ga even naar de kroeg. Oh, oh, Dirk. Hey, wat ruimt erop? Ik word zo ziek van jou. Ik ga me verhangen aan een touw. Doe rak. Hoe hey. Hi Marco, Kees. Zal ik er maar even bij komen zitten? Dat zou ik maar doen, nou vanochtend. Hè? Ja, vanmorgen zeg. Ik was zo moe. Ik was kapot. Ik kan me niet meer herinneren wat ik gedaan heb. Laat staan wat ik gezegd heb. Dat is ook toevallig. Hè? Ik kan me ook helemaal niks meer herinneren. Iets te veel panje, denk ik. Oh, dus wij kunnen ons allebei helemaal niks meer herinneren? Daar heeft het wel veel van weg, ja. Oh jee. Maar ik kan het me nog heel goed herinneren. Wat? Dat ik nog precies weet wat er allemaal gezegd is. Kees heeft het ijzeren geheugen. Goh, fijn voor hem. Ja, ik weet alles nog heel precies. Jij hebt gewed dat Simon Marco morgen verslaat met squashen. Oh ja? Ja, en jij vond dat de weddenschap wel interessant moest zijn. Oh ja? Ja, dus heb jij de lievelingsauto van je vrouw ingezet tegen de Lancia van Marco. Oh, ja? Ja. Nou, bedankt dat je mijn geheugen even hebt opgefrist. Is er iets, vogeltje? Nou ja, ik dacht... Kijk, als je hem nou een beetje om had, hè, je wist gewoon niet wat je zei. Dan moet ik jou toch de kans geven om gewoon, nou ja, de hele boel maar te vergeten of zoiets. Oh, dat is verdomd aardig van je. Ja, hè? Ja, zo is onze Dirkie nou. Ja. Ik weet precies wat voor ventje onze Dirkie is, hè? Nou, zullen we de hele boel dan maar gewoon vergeten, hè? Nou, ja, god, ik weet niet. Als jij nou eens een flesje panje voor ons haalt. Oeh la la, tuurlijk liefje.
Ja, loopt maar. Ja, ze is over de stoeprand gevallen. Zijn enkel verstuikt. Oh, dus dat squashje gaat morgen niet eens door? Oh, jawel, hij wil in ieder geval dat het doorgaat. Echt? Ja. Dietje, ik heb er nog eens over nagedacht over die weddenschap. We vergeten het gewoon. Nee, we vergeten het gewoon niet. Eens gewed blijft gewed. Ja, maar... Nee, speelschuld is ereschuld. Nee, we hebben handje klap gedaan, of weet je dat niet meer? We hebben het toch vergeten? Ja, maar het schiet me ineens weer te binnen. Gek, hè? Dus die weddenschap staat nog steeds? Als een huis. Mijn Lancia tegen jouw Pietje? Absoluut. Als je erop staat. Mm. Nou, laat ik jullie nu even een monumentje alleen, hoor. Ik moet even naar de hakkenbaar. Hakkenbaar? Ja, mijn haakje heeft losgelaten. Zo terug. Mm. Proost. Hallo, Dickie. Hallo Simon, hoe gaat het met je? Dank je, Dirk. Hartstikke goed. Fijn, hè? Zo'n gezellige conversatie op de vroege ochtend. Zeg, Chris is hiernaast weer bezig met een liedje. Leuk, hè? Ik hoop zo dat ze door die auditie komt, hè? Denk jij dat ze goed genoeg is? Oh, fijn dat je er zo over denkt. Ik zal het er vertellen. Goh, nou, die kaasmensen die zijn ook hartstikke enthousiast over onze plannen. En ze zijn ook heel erg onder de indruk van de geur van jouw sokken. Daar willen ze een nieuw soort stinkkaas van maken. Nou, stil nou maar hoor. Zo erg stinken ze nou ook weer niet, hè? Dirk, als ik niet zo'n ongevoelig type was, dan zou ik bijna denken dat jij problemen hebt. Is dat zo? Hallo, is daar iemand? Breekie, breekie, hoort u mij? Overigens, sluit maar. Dirk, heeft iemand je iets aangedaan? Hebben ze je te pakken gehad? Hebben ze je een loer gedraaid? Knik maar, als het zo is. Echt? Oké, wie is het? Ik pak hem meteen. Ik sla hem meteen verrot. Ikzelf. Oké, dan sla ik jou verrot. Simon. Ja? We zijn toch vrienden? Natuurlijk, stomme idioot. Wil je dan iets voor mij doen, alsjeblieft? Kom op, zeg het maar. Weggaan en mij alleen laten. Meer, ik word zo ziek van jou. Zeg, jongens, kan iemand mij vertellen wat met die idioot daar binnen aan de hand is? Die is echt zo gek als een looie deur, hè? Ja, ik dacht eerst hij heeft vreselijke geldproblemen, hè? Maar ik heb de boeken erop nagekeken en hij heeft niks achterover gedrukt. Oh. Jij trouwens ook niet. Nee, deze maand heb ik overgeslagen. Ja, Marielle belde daarnet ook al. Ze was zo ongerust. Toen hij vanochtend wegging, toen bedankte hij er voor 15 heerlijke jaren en toen gaf hij er een zoen. Een zoen? Grote god. Nou zeg, zo erg is nou ook weer niet om met Marielle te zoenen. Ja, hoewel. Ja, maar waarom vraagt iemand hem niet gewoon wat er is? Dat heb ik gedaan. Maar hij keek me alleen maar aan als een geslagen hond. En ik durf het niet te vragen. Ik schiet spontaan in de lach. Denk je dat ik de aangewezen figuur ben om hem uit te horen? Nee, alsjeblieft niet. Als er gemarteld moet worden, dan roepen we jou erbij. Ja, maar toch moet iemand het hem vragen. Ja. 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 Oh, ja hoor. Chris kan het weer opknappen. Hi, Dirk. Ha, Chris. Gezellig dat je even langskomt. Lisa en ik hebben ons liedje bijna af. Het wordt echt heel goed. Goed zo, Chrisje. Geniet maar van je leventje. Bouw maar aan je geluk. En gooi het niet allemaal weg in één waanzinnige bui. Oh, Dirkje. Wat is er nou toch allemaal met je? Ja, jij hebt mij altijd een heel verstandig iemand gevonden. Hè? Ja, ja, ja. Jij denkt, die Dirk Vogelsang, die heeft een goed stel hersens in zijn kop. Hè? Die heeft een vooruitziende blik. Dat is nou een man waar je op je kan bouwen. Ja, ja, dat is altijd precies wat ik denk over jou, ja. Ja, maar dat is fout. Oh. Want onder dat onkreukbare, beschaafde laagje zit een opgeblazen, stomzielig mannetje. Zeg je nou niet, Dirk, dat is helemaal niet waar? Oh, sorry, ja. Nee, Dirk, joh, dat is helemaal niet waar. Dank je, dat is lief van je om te zeggen. Ja, kom op, je moet ons gewoon vertellen wat er aan de hand is. Nee. Je vader begint te schelden, je oma geeft me een sneer en Lisa schiet gelijk in de lach. Nee, dat doen ze niet. Absoluut niet. Ik beloof het je. Ja? Nou, ga ik ze nu even roepen.
Moet het echt? Ja, moet echt. U kunt nu wel binnenkomen. Meneer Vogelzang wil u wel ontvangen. Ik heb met Marco gewed dat jij hem zou verslaan met squashje, zei Lancia tegen mijn Lotus Esprit. Stomme lul die je er bent. Zie je nou wel? Wat ben jij een zielig mannetje, zeg. Zie je nou wel? Niet lachen. Ik lach niet, ik vind het heel naar. Nee, hoe kan je nou zo gek zijn? Marielle heeft die auto van de eigen erfenis betaald. Oh, dat is eigenlijk het enige waar ik nog niet aan had gedacht. Fijn dat jij me er even aan herinnert. Je bent een echte vriend. Ja, maar waarom bel je niet gewoon op en je zegt tegen die Marco dat het onzin is, die weddenschap, dat het niet doorgaat? Kan helemaal niet. Dat is een erekwestie tussen mannen. Weet je er niks van, want je bent geen man. Nee, gelukkig niet. Ja, toen ik 11 jaar was, wilde ik altijd een man zijn. Kan je nagaan wat een griezel voor een kind ik was. Maar, pap, waarom voorzien je niet gewoon een smoes? Dat je je arm gebroken hebt of zo? Nee. Ik ga niet liegen. Waarom niet? Nee, geen denk aan. Oh, sorry. En een vreselijk ongeluk? Nee, ik zeg, ik ga niet liegen. Nee, ik bedoel niet dat jij een ongeluk krijgt, maar die Marco. Ja, want ik ken namelijk een paar gasten. Nogal heavy types, zal ik maar zeggen. Als die nou toevallig die Marco even tegenkwamen. Per ongeluk, zal ik maar zeggen. Maar dat is een fantastisch idee. Nee! Oh. Sorry, grapje. Nee. Ik ben bang dat ik toch zal moeten gaan squashen. Nou, ik zal het je niet kwalijk nemen als je van hem verliest. Nee, maar Marjel wel. 1, 2, 3. Zo, nou, de hoogste tijd voor een lekker, ontspannen, gezellig spelletje squash. Oh, heb je niet nog even tijd voor ons liedje? Het is echt heel mooi geworden. Oh ja, natuurlijk. Vrolijk misschien Dirk een beetje op. Wow. Zo goed is het nou ook weer. Jawel, kom op. Oké, kom. Oh, kijk ervan. Soms hou ik het niet meer, word zo ziek van jou. Oh, aan elke vinger hangt wel weer een andere vrouw. Maar ik ben er zeker van dat jij uiteindelijk altijd kiest voor mij. Je bent een man van wie ik eerlijk zeggen kan. Je bent van mij en ik van jou. Hetgene dat ons eeuwig bindt, dat vind je bij geen andere vrouw. Dus scharrel jij maar aan. Kan Gloria Gaynor nog een puntje aanzuigen. Nou. Ja, absoluut. Je komt ook vast door de auditie en wij komen allemaal naar de première. Vond prachtig. Ja, absoluut. Als je dan tenminste het ziekenhuis alweer uit bent. Ja, als ik dan uit het ziekenhuis... Oh. Hup, Simon! Simon, doe nou! Geef die ballen aan Leelman, je probeert het niet eens. Ze zijn nog helemaal niet begonnen, ze zijn aan het inspelen, Dirk. Zijn ze al begonnen? Nee, nog niet. Simon! Oké. Jij serveert, Marco. We willen naar die! Simon! Zou je je supporters een beetje tot stilte willen manen? Jeltje! Even sst. Oh, sorry. Meneer Simon, succes! Zet hem op, we staan achter u! Hier, heel Friesland staat op uw hand! Kom op! Ik durf niet te kijken. Kom op, pap, zet hem op. Kom op. Kom op, prachtig. Oké, ga door. Kom op, haal hem er al door. Oh, mooi zo. Kom op, pap, kom op. Oh, ja.
Simon! Maar Marielle, het spijt me. Ik heb slecht nieuws voor je. Heel slecht nieuws. Ik heb stomweg Pietje verspeeld in een weddenschap. Het spijt me ontzettend. Probeer me nou te vergeven. Probeer het te begrijpen. Nee, niet doen, Marielle. Marielle, leg dat ding weg. Niet doen. Nee, ik ga gillen. Sorry, ik dacht dat je iemand anders was. Simon, heb je... Oh nee, ik zie het al. Heb je gewonnen? Ja. Heb je... Ik kan het woord niet uitspreken. Ik heb gewonnen. Ik heb je weddenschap gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Waarom ben je zweterig? Oh, ik heb gewonnen, leven. De koning is al. Prima gespeeld, Simon. Chapeau. Je was vandaag mijn meerdere. Hé, waar ga jij heen? Je bent ineens een stuk minder interessant zonder je Lancia en je Lotus. Hé, moet jij niet naar je auditie? Oh ja, ik ga douchen, want dat wil ik absoluut niet missen. Dat is ook wat. Ik ook niet. Mijn nichtje doet ook mee. Ik wil haar zien winnen. Nou, dat kan je op je buik schrijven, want Chris wint namelijk. Hoe kom je daar nou bij? Suzette, ik een tijdje wint absoluut. Ja, dat had je gedacht. Daar durf je zeker geen gokje aan te wagen, hè? Nog een weddenschap. Over wie de auditie wint? Dirk, begin nou niet weer. Er is niks aan de hand, jongen. Dat durft hij toch nooit? Nee, je hebt gelijk. Tenzij het natuurlijk om iets interessants gaat. Nee, laat nou maar, Chris. Wat voor interessants, hè? Ik heb je auto al gewonnen. Wat wil je nog meer verliezen? Juist. Oké. Okay. Tegen de Lotus en Spriet. Oké. Dirk, nee. Nee, er is niks aan de hand. Dirk, je weet niet wat je doet. Wel, gewoon een weddenschapje met Marco. Ik zou het niet doen als ik jou was. Ja, maar je bent mij ook helemaal niet, hè. Bovendien heb je er niks mee te maken. Deal. Als je erop staat. Nee, maar dat geeft toch niks, Chris. Ik heb je vanmiddag horen zingen. Je wint zeker. Wil je wat zeggen? Dat probeert ze de hele tijd. Maar gewoon, hoor. Je kan gewoon tegen me praten. Ze kan niet praten, want ze is de stem verloren met het aanmoedigen. Ze kan geen noot meer zingen. Oh, nee. Ze zegt dat het er heel erg spijt. De auto van Marielle. Ja, het spijt haar heel erg verschrikkelijk. Pietje, Marco, het is een vergissing. Zij en ik en zij.